Vaak denken mensen dat het aantal weergaven van een video iets zegt over het aantal klanten dat je hebt of hoe goed je het doet. Maar dat is zo'n misvatting. Laatst bijvoorbeeld krijg ik een reactie van een man die onder mijn video schrijft dat hij minder dan 50 weergaven best wel komisch vindt. En ik vind zo'n reactie dan heel intrigerend. En dan denk ik, goh, waar komt dat beeld toch vandaan dat het aantal weergaven van een video gelijk is aan je succes? Het is duidelijk dat hij op zoek is naar een manier om nieuwe klanten te krijgen en om meer te verdienen. Dus hij heeft gegoogeld waarschijnlijk en zag zodoende mijn video. Maar ja, er is natuurlijk een groot verschil tussen volume draaien en zoveel mogelijk mensen willen bereiken. Of heel exclusief zijn. Als je goedkoop bent, dan moet je inderdaad volume draaien om goed te verdienen. Je hebt heel veel klanten nodig. Je moet veel marketing doen. Je maakt hoge kosten en er gaat gewoon ontzettend veel tijd in zitten om dat allemaal werkend te krijgen. En de meeste marketingadviezen die je ziet, die zijn daarop gericht. Dus op volume en op massa en op zoveel mogelijk mensen bereiken. En zo was het in mijn eerste bedrijf ook door Noor. Dat is een uit de hand gelopen hobby. Als klein meisje maakte ik al van alles van kralen. En ik kreeg steeds meer verzoeken van mensen of ik dat ook voor hen wilde maken. En nou ja, op een gegeven moment dacht ik, ik ga het wat serieuzer aanpakken. En ik ga een bedrijf hierin starten. En nou ja, ik hoorde ook wel toekomstmuziek in verkopen via internet. Dus startte ik een webshop. Maar ik merkte toen al heel gauw dat ik veel volume moest draaien om goed te verdienen. En ik kreeg wel op een dag een enorme order. En de grap was dat dat bedrijf dacht dat ik een heel groot bedrijf was met tigman personeel. Maar dat was natuurlijk niet zo, want ik deed dat gewoon in mijn eentje. Ik runde dat bedrijf in mijn eentje. Mijn positionering was gewoon heel erg exclusief, doordat alles er heel goed uitzag. Mooie producten, mooie foto's, mooie video's. En als je exclusief bent, dan gaat het er niet om dat je zoveel mogelijk mensen bereikt. Je wil alleen in gesprek met de juiste mensen van jouw niveau, die al weten dat jij de oplossing voor ze bent. Je hebt maar gewoon een paar klanten nodig om al heel goed te verdienen. En je hoeft niet veel marketing daarvoor te doen. Alleen marketing die zorgt dat de juiste mensen aangetrokken worden en alle andere mensen uitsluit. Of die vallen vanzelf af. En dat is wat je wil. En als je exclusief bent zoals mijn klanten, dan wil je ja, gewoon die fantastische resultaten die je behaalt met je klanten, die wil je natuurlijk laten zien in je marketing. Want als je tevreden klanten laat vertellen waarom ze precies voor jou hebben gekozen, dan geeft dat natuurlijk heel veel vertrouwen bij potentiële klanten. En ja, marketing draait allemaal om vertrouwen. Hè? Dat mensen je gaan leren kennen en gaan vertrouwen en ja, jou echt als de top van de markt gaan zien en als de expert in jouw vakgebied. En daar werkt video natuurlijk het allerbeste bij.